Land en wel om haar grote zakenimperium uit te breiden. Vanaf vandaag is het voor iedereen mogelijk om net zo'n stralend huidje te hebben als onze kleine diva. Dankzij gouden gezichtsmaskers. Tijd om La Meis te vragen wat er onder haar eigen persikhuidje schuil gaat. Ja, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Vind het leuk om weer in Amsterdam te zijn en de zon schijnt. En ja, leuk. Sylvie Meis Enterprise is in Nederland en dat zullen we weten. Ze lanceert vandaag haar eigen, ja zeker, gezichtsmasker. Zodat we allemaal net als La Meis kunnen stralen. Het masker heet ook Sylvie's Golden Glow Mask. En dat ingrediënt goud is daar natuurlijk essentieel. Maar het is meer dan dat. Het heeft een anti-aging effect. Het is hydraterend. Het masker zelf sluit de huid helemaal af. En daardoor kunnen ook al die werkstoffen heel goed in de huid intrekken. En in 20 minuten ben je dus echt getransformeerd. Ja, heerlijk zo'n maskertje. Maar toch wordt er vaak gespeculeerd of bij Sylvie wel alles puur natuur is. Veel mensen denken van er wordt gesleuteld, er wordt gedaan. Ja. Hoe sta jij daarin? Ja, nee. Ik ben nu 40 geworden. En ik geloof werkelijk waar in die gezonde lifestyle, want we worden allemaal ouder. Hoe is dat voor jou de kritiek die erop komt soms op je werk, op hoe je eruit ziet? Kritiek in de vorm van ja, oké, het is altijd zo perfect en waarom moet het dan altijd zo perfect? Maar weet je, ik zie het zelf niet zo, ik ben gewoon een professional. Nou ja, daar kan je een probleem mee hebben, dat is ook goed. Linda de Mol zegt ook, ik ben open over plastische chirurgie. Hoe sta jij daarin? Als je besluit dat te doen, dan moet je daar gewoon achter staan en het doen. Ik heb daar überhaupt geen problemen mee dat mensen daar open over zijn. En dat moet ook weer iedereen voor zichzelf weten. Ja. Ja. En ben jij er open over? Ik zou er wel open over zijn als het zover zou zijn. Maar ook daarin zeg ik van ja, maar moet alles in mijn leven gemeld worden? Moet ik daar een persbericht voor uitgooien? Of weet je wel, moet ik... Snap je? Ik vind het zo'n onzin. Sylvie straalt op das deutsche Fernsehen bij das Supertalent. Het macht so viel Spaß, die anzuschauen. Elke zaterdag, primetime, de mooiste show. We hebben ontzettend veel lol gehad. Die schöne krijgt zelfs haar eigen bikini-show. Oké, ik ben verliebt. Zo, dan knie deze richting, dat oberste been. Wat voor mij nu heel spannend gaat worden, is dat vanaf volgende week woensdag mijn eigen show, Sylvie's Dessous Models, op televisie komt bij RTL Duitsland. Ook ik ben in die richting in de show. En dat is natuurlijk toch wel heel spannend. Ja. 2018 gaat de boeken in als een succesvol jaar, maar ook als een pijnlijk jaar. Haar ex-vriendinnen Sabia en Touria suggereren dat Sylvie haar borstkanker heeft verzonnen. Sylvie is woest en sleept ze voor de rechter. Er zijn ook verschrikkelijke dingen gebeurd. De rechtszaak, loopt die überhaupt nog op dit moment? Oh ja, dat is allemaal, dat loopt, ja. Ja. Zeker. Maar dat zijn dingen waar ik liever niet over wil praten. Nee? Dat vind je, nee. Nee, maar het is voor mij op. Dat wordt allemaal geregeld. Ik hoef daar geen zorgen meer over te maken. Dus prima. Ja. Heb je die van geprobeerd? Ja, dit is dan in een hotelkamer, W Hotel overigens. Ja, 18 man staat er dan en dan komt zij binnen. En dan is het toch wel een merk, Sylvie, hoor. Want dat voel je dan aan alles. Iedereen gaat er omheen staan. Er werden zelfs extra lampen van RTL Deutschland, die waren daar aanwezig, werden opgesteld om het er goed uit te laten zien. Ja, maar we wilden natuurlijk wel even weten maar hoe zij daarin staat. Is het nou overdreven of is het nou heel professioneel? Ja, het is heel professioneel. Ze heeft 1 miljoen volgers op Instagram. Daar is ze zelf heel trots op. Dat doet ze namelijk zonder privé-kiekjes. Of in ieder geval met haar kinderen. Of met haar kind, Damian. Dat vindt ze heel belangrijk. Ja, en ze is bijvoorbeeld al 10 jaar bij RTL Duitsland te zien. Nu bij dat supertalent. Ja, ze doet het gewoon heel goed. Ze houdt dat merk ook zelf in stand. Ze heeft ook een media-productiebedrijf waarmee ze dat nieuwe programma gaat maken. Ja. Ja, ik vind dat zelf altijd lastig. Want mensen vragen dan na afloop, hoe is Sylvie nou in het echt? En ja, ik kijk dan bijvoorbeeld ook naar Linda de Mol. Die is heel sympathiek over de vraag bijvoorbeeld of zij een nieuwe liefde heeft. Ja, dan kijkt ze naar haar manager. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik doe daar verder geen uitspraak over. Dus je weet eigenlijk niet hoe ze in het echt is. Je ziet het product Sylvie Meis. Lastiger, ja. Leek, hoe sta jij daarin? Dan ben ik gewoon zelf benieuwd. Nou, jij kent haar ook goed. Ik ken haar goed. Een van de meest professionele mensen waar ik ooit in mijn leven mee gewerkt. Maar ik moet zo leggen dat jij dan zegt, is dat overdreven? Dan denk ik doe mijn hele leven lang al make-up. Ik heb daarvan ook heel veel internationale mensen mogen doen. Ik zal je eerlijk zeggen, dan krijg ik van tevoren een rider waar ik me aan mag houden, wat ik wil en wat ik niet mag doen. Ja. Dan wordt er een hotelkamer omgetoverd tot een soort van